Hallo. Hi. Hi Thomas. Ik heb een nieuwe telefoon, dus we gaan een nieuwe telefoon uittesten in deze vlog. En we gaan Pokémon Go Fest of zo. Een aantal steden in Nederland heb je het. We gaan naar Utrecht. En je hebt ook nog een stad. En nog een stad. En Veldhoven. Ja, Veldhoven of zo. Ja. Maar wij gaan naar die van Utrecht. We gaan maar naar Veldhoven Utrecht. Is een veld te ver. We gaan nu naar Utrecht en morgen is het ook nog en dan gaan we nog een andere stad bekijken. In België zijn er 8 locaties. Ja, 4 in Vlaanderen en 4 in Wallonië. Ja. Waarschijnlijk ook Luik dan, gok ik. Nee. Nee? Maar... Sowieso Gent, denk ik. Vlaanderen. Brussel, Antwerpen, weet ik zeker. Oostende, denk ik. Oostende heb je de, met name veel water Pokémon's. Ja, ook wij spelen het. Ja. Dus ja. Volgens mij ook in de omgeving van de Ardennen. Ja. Nou, veel gras en bos Pokémon. Ja. Nou, veel kijkplezier. Het lijkt ons logisch dat er veel bos en gras Pokémon zijn. Klopt. Maar, veel kijkplezier en kijk mee naar dit avontuur. Hey Thomas. Ja. Dorstig? Ja. Wat zit erin? Hallo. Water. Zie je toch? Nee, dat is geen water. Wat doe jij nou? Ik mors, zie je toch? Thee. Ja. Nou, ik heb deze van de Starbucks. Dat is heet. Albert Heijn to go. En dit. Dat is heet. Die heeft die standaard van de kiosk. Ja, mooi hè? Dat is die zwarte. Nee, die grote van de kiosk. Ja, die standaard. Dat is de standaard dinges. Nee. Want De standaard dinges is die klein. Ja, nee. Ja. Want dat was niet de originele. De originele is deze formaat. Die kleintjes erbij gekomen later. Dus dat origineel? Ja, hè? Ja. Nou, voor wie ons nog niet volgt op Instagram, train.alkmaar.vlogs. Ja. Als ik en het goed heb. Anders hebben we er nog eentje. De Karel-volgers. Dat zijn wij twee. Ja. En ik doe een beetje voor spek en bonen mee, want ik was gisteren in Dalsen. Ja, af en toe. Is dat ding erop? Ja, maar... Dus ik doe een beetje... Wij twee zijn echt de beheerders ervan. Maar... Gisteren waren jullie naar het Spoorwegmuseum. Wat hoor je die dag zelf? Komt dat ding ook naar het Spoorwegmuseum? Dat is. Hoe dan? Maar wij twee beheerden dat, zeg maar. En af en toe kunnen wij dan wel een foto plaatsen van. Van Dalsen, naar dat account. Ik heb het account nog niet op mijn telefoon. Nee, daarom. Ik had de foto's gestuurd. Heel goed, doe je best. En ook van Nijmegen toen, dat hij er was. Veel plezier. Yep. Dus, ga dat volgen. Kijk ook even, er staat een foto op met een QR-code. Check die even. Ja, daar kan je dus... Laat met je vinger aan het neus. Hallo, daar kan jij dus de Karel mee boeken. Om er dit mee te maken. Partijtjes, dat soort dingen. Ja. Hey. Kijk, ik heb een politie-evenement gevonden. Hier in Utrecht. Dus eventjes gezellig rondkijken. Jan Willem is hier ook. Ja. Voor degene. Degene die hem volgen. En anders gaan we even volgen. Ledenstad zijn kanaal beschreven. Hallo. Hallo, waar zitten wij nou weer in? Wacht welkom, even. Welkom in de Intersprinter. De Intersprinter City hoor. De 3163 naar Arnhem Centraal. Welk stel zitten we? Oftewel een SNG. Welk stelletje hebben we? 23,50. Heel mooi. Oftewel een Rugbaan Express. Kortje 23,5. Ja. Rugbaan Express. Jippie.
En om even daarop in te haken, ja, deze trein is niet ideaal, maar... Normaal is dit een veren. We hebben trouwens net bij een andere vlogger op de Meeting Kring gestaan. Ja, die foto's komen hier. Jan-Willem en wij plaatsen hier in deze vlog de foto's. Ja. Van mij en Chantal. Ja, dankjewel voor... Ik ben niet met Jan-Willem op de foto gegaan, gezien ik hem al ken. Ja, dat. Maar, even, Jan-Willem, bedankt voor alle leuke informatie. En, was je leuk te zien weer na 6 jaar? Een hele dikke shout-out. En, voor hun was het 6 jaar en voor mij was het nog geen 2,5 jaar geleden. Nou ja, voor mij. Voor mij 6 jaar. Ik weet niet hoe lang geleden was het voor jou? Jongens? 6 of 7 jaar. Shout out naar Jan-Willem. Hey Thomas. Hoi. Wat is ons plannetje nu? Met de grote omweg naar huis. Mis een verrassing. Dat is dus een verrassing. Maar hoe groot die omweg wordt... Dat is ook nog een vraag. Dat was de vraag. Want we zouden ook nog via Nijmegen richting Venlo en Venlo, Eindhoven, Eindhoven, Den Bosch, Den Bosch, Tilburg, Tilburg, Breda. Als we maar over 6 uur thuis zijn. Over 6 uur? Mm-hmm. Waarom? Wat dacht je? Sprinteren? Gezien het, wat is het? Zaterdag is het nu? Ja. Of zondag? Zaterdag. Dan kunnen we het iets later maken. Dus. Dus we gaan gewoon. Als het zondag was, hadden we nu nog ongeveer 6 uur. Is het internet? Geen idee. Hey Thomas, wat wil jij? We kijken even. Kijk, technisch gezien zitten we in een sprinter. Maar het rijdt een intercity trein. Dus. Kijk uit, edelwachtendingen. Edelwageningen. Nee, edelwachtendingen. Dat zeg ik, ga maar. Ja. Kijk nou, waar zijn we nou weer beland, joh? Waar zijn we nou weer beland? Roosendaal, eindbestemming van deze trein. Hehe. Oh, en wat gaan we nu doen? Hier is even een stukje rondlopen, want ja, we weten niet waar we heen gaan. En ja, ik weet eigenlijk wel waar we heen gaan. Want daar hebben we een paar plaatsen. Kijk! Hey jongens, hadden jullie hem gezien? Ja, we zijn net met dit geval hier aangekomen. Ja, met die met één oog. Ja, ja, maar doe het even zo naar ons. Weet je wat we doen? Nou, de koptelefoons jongens, af. De koptelefoons even af. Zes af, lieve. Ja. Zo. Zo. En doe dat materiaal wat hier achter me staat, allemaal aan elkaar koppelen en als intercity in de richting van Den Helder. Beverwijk Hooghoven. Nee, Den Helder. Zo, met die zijn we inderdaad net aangekomen.
Dan wil je niet 7 stuks SRG aan elkaar. Er staan hier genoeg. 7 stuks. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inderdaad. En we hadden er net ook al eentje in beeld, dus dat zijn de 9. Dus ja. Alle mogelijke S en G's aan elkaar denken. En de rest wat er in de rest van Noord-Holland rijdt, ook aankoppelen. Oh, heb je genoeg treinen om die SLT? Hey, die trein waar wij net in zaten. Doei, Marcel! Maar Chantal, wat zou je van vinden als dit materiaal alle SLT-meuk uit Noord-Holland gaat vervangen? Aan de ene kant heel veel goud. Nee, aan de ene kant ja, maar die stoelen moeten iets anders zijn. Die stoelen moeten die... Hey. Dit materiaal wat hier staat, ik zei net tegen Chantal, ja, dat materiaal wat hier staat... Dat mag al die SLT's in Noord-Holland, Noord-Nederland gaan vervangen. Klopt. Ideaal. Alleen de stoelen mogen dan iets anders. Ja, dat is jouw mening, maar daar moet je aan wennen. Nee, want die stoelen zijn... Rugpijn dingen. Nou. Maar jongens, waar gaan we heen? Want ik had het bord wel laten zien, maar... En waar gaat zo meteen... Ik heb nog geen beslissing kunnen maken. Jullie? We gaan naar RTD. Wacht even. We gaan naar RTD. Oftewel Rotterdam Centraal. Die van 2030 dan? Ja. Oh, ik dacht die van 2021. Kijk hier, naar Puurs. Nee. Ik vind het zo puur, hè. Hé, hey, die staat daar. Maar ja, ik zie hier Rotterdam Centraal via Dordrecht en Blaak. Ja. Hé, hey, alle baan. Ja. Jij zegt. Nee hoor. Oh. Oh. Komt dat bootje aan zo heen. Hashtag film verpest alles. Ja. Yeah. Daar staat film onbekend. Ik zeg film verpest. Foto. Nou, we... Bij veel meespot is ook wel bekend. Tot zometeen, hè. Yo. Heel goed, toch? Thomas, die zit erop vastgezogen. Dan moet je even overklikken. Weet je waarom? Er is zuurstof in. Ja. Leuk. Nee, kom eens hier. Doe jij maar. Maar Chris, jij kreeg hem wel open. Hij kreeg hem wel niet open. Niet de hele trein hoef je te horen. En, we gaan met deze naar Rotterdam Centraal. Chris. Oh jee. Chris, wij hebben de 42-43 genomen en Nes kan tellen. Wat heb je nou hier gedaan? Nou? Wou je gaan zwemmen of zo? Hoezo? Kan niet meer. Nee. Mijn dak is ingestort. Oh, daar is van Peter Gillis of zo. Yeah. Maar oké. Thomas. Hoi. Jij wilde haar cel nemen, hè? Ja. Nou, eerste vloek op als ik in Kurt Rotterdam ben. Thomas heette niet zo. Of met Cadrigus of met Treinolie. Ja, toch. Ik heb ook altijd pech. Ja, Thomas. Hey, maar even niet voor het een voorbeeld, maar jij hebt iets tegen of met Rotterdam? Tegen. Ja, je hebt toch... Zowel de club als dit. Heerst ja, voor een vloek maar, op. Kijk. Maar van de andere kant, heb je ook wat met Rotterdam? Denk aan Van Gorkum. Denk aan Bas Ik heb Aria. Nog altijd ja, dat er ook een Rotterdamse uitspraak. Maar jij hebt vooral iets op Rotterdam, want ja, geld terug vertragingen. Daar ben jij zo gek op. Niet te hard. Nee. Maar wij hebben straks 3 kwartier op Amsterdam Centraal. Ja. Zo, kijk, als de planning... Kijk, je betaalt wel voor eerste klas de half vrij. En als NS moet haken maken, Oké, dus. Heb je recht op vergoeding. Dus, ja, dat wordt even muziekje luisteren. Aan de andere kant, ze hebben het wel waargemaakt. Je krijgt meer reiskosten, meer reiskilometers voor je geld. Ja. Dit wil je bekijken. Ja, maar straks even muziek luisteren op Amsterdam en onderweg. Ja, want daarvoor heb je een koptelefoon. Ja, ik heb hier ook alleen, ik heb hem bijna op nul staan. Ja, en ik heb dus. Ja. Nou, oh ja. Zeg Thomas.
De groetjes, hè? Hoi. De groetjes! Dat staat er zeker niet op voor mij. Groeten. Joe. Hey, Karin. Ja, hey, Chantal. Wij zijn op Bel Magdalena. Trein. Bekende ja. trein. Ja, en een bekende trein. Zeg ik, bekende trein. Ja, jij weer. Maar wij komen straks aan op Amsterdam Centraal, mogen we? Ah, echt niet rondlopen. Drie kwartier. Even de benen strekken. Een kwartier. Even wat drinken, even wat kijken of we nog wel gratis kunnen scoren qua eten. Dus ja, nou, even kijken. Geen idee. Maar, waar is Thomas nou? Die vraag. Die is een zeikert aan het uithangen. Mag ik? Oh, wacht even, mag ik even? Hey. Je mag hem jatten, hè? Kijk hier. Het mooiste goud hebben ze hier. Ja, kijk maar één al! 1994, 1995, ja. Ja. En sinds 1996 zijn ze hier in de Amsterdam Arena. Ja. Oh, en we gaan zo snel. Stadion. En we krijgen gewoon extra betaald om dit te kijken. Uh-huh. En weet je, ik doe hem. Iedereen er. Kijk. Dan hebben we hier het mooiste zicht. Ajax. Ja. Het mooiste goud gaat ze daar hebben. Hé, hey, kijk eens. Ja. Hey, mooi leven toch? Ja. Maar ja. Hier stil moeten staan. Straal. Nee. Kijk, moet je opletten, hè. Oh, mooi. Prachtig. Alleen die paaltjes staan weer weg. Ja. Maastrijdsgenus, goedenavond. We staan momenteel voor een rood zijn. Dit is hij is helemaal mooi. Moet eerst even wachten. Succes. Tot later. Hey Thomas. Hoi. Hey, daar ben je. Ja, we zijn deze verschijnselen naar Amsterdam Centraal. Hey, hoi. Je moet gewoon naar de wc. Kennis weten wat ik bedoel. Ja, nee, je moet gewoon naar de wc. Ik heb wel gewoon verschijnseld in deze vlog. Naar Amsterdam Centraal, vanuit de trein. Nu even uit ons neus eten. Drie kwartier. Zullen we nog een inzet naar Rotterdam nemen? Laten we dat Chris, niet daar doen. Komen we net vandaan. Laten we dat maar niet doen. Dus. Nee, dank je. Nee, niet doen. Oh. Ja, joh. Ja. Doe jij het even rustig. Hier. Loop de muts tegen me aan. Kijk. Ja, 12.5% hebben. Over 9 minuten. 39 minuten. Ja, hallo. Over 9 minuten gaat er een trein. Maar helaas... Over 39 minuten. Maar helaas gaat die trein... Maar tot Alkmaar, nee, wij moeten naar Alkmaar nog. Er zijn duizenden klachten overgekomen bij Rover over die uursdienst. Ja. Rampzalig, Alkmaar den Helder. Ja, dus... Ik snap nog steeds niet waarom ze dat gedaan hebben. Ik ook niet, maar... Er zijn duizenden klachten overgekomen bij Rover, ja. Inclusief die van mij. Ja. En die van jou. Ja, het is lastig. Ja. Maar nu wachten. Het is een lange wachten. Thomas. Ja. Kijk, maar laat het zien. Druk. De trein is druk, alleen maar staanplaatsen. Maar dat noem ik hashtag huurstream. Dat is dat wat ik in het vorige shotje zei. Oftewel. Ze moeten gewoon weer een half uursdienst maken. Ja, oftewel. Ze moeten een half uursdienst rijden en dubbel. Want hoe lang is die trein? Een Willem 4. Dat geloof je toch niet? Met een uursdienst kom je met een Willem 4 aan, kakken. Serieus, NS. Kijk, dan moet je minimaal met 10 bak aankomen, kakken. 5,65. Ja, hé. Treinstel. Ja. Oftewel. Moet je minimaal met 8 bakken. 10. En in het weekend met 10. Ja, eigenlijk wel, ja.
Nee, dit is gewoon niet te doen. Maar oké, ik ga klagen jij. Want het is hier een beetje de dag van vertragingen. Dus. Ja, ik ben het hier in de gaten aan het houden, dus. Maar een uursdienst niet leuk. De groep is leuk of tijd. De crew is back on play.